Nou, ik moest het echt even laten doordringen, want ik ben echt heel erg blij, Cor. Heel erg bedankt. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Ik ben Marina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind en hier is Maya. Hallo. 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 En Maya die blijft vandaag logeren. En ja, we gaan zo even live op Insta en mijn moeder is tot 1:00 of 3:00 aan het werk. Alleen dan moet ze nog alles afruimen en zo. Dus ze is denk ik pas tussen 5 en 6 thuis. Dus ja, dat is wel wat minder. Maar ja, mijn vader die is boven. Ga ik zo naar boven. Muziek aan het luisteren. Ja, muziek aan het luisteren. En wij zitten hier en wij gaan even live op Insta. Dus ja, nieuw. Nou, we zijn nu met Daphne op de ja, mystiek deed dat vroeger ook. En er is net 2 keer iemand afgevallen toen wij kwamen. Wie is dat dan? Dat is Paula. Die vind ik heel leuk. Oké. Ja, die nu langs loopt. Ga je nu naast? Weet ik veel. Nee, geen idee. Jij hebt alleen een bol die daarnaast. Ik zei zo tegen mijn vader, wil me sponsoren dat ik nu nog 50 euro voor ik heb. Ik moest de auto gaan wassen. In uw woning. Kijk, maar hij zit ook echt tussen. Hij lijkt ook echt alsof ze moet leren. Hoe zeg je die nou? Vee. Kijk die vogel eraan. Kijk die vogel eraan. Penalty! Hij doet echt zo met die rechte beentjes. Als ze iemand eraan gaat, dan moet je wel voorbij sturen. Dat is wel grappig, hè? Zie je het? Waar is Ferrel? Waar? Daar. Penalty! Ja, hij is nu net van die rechte beentjes aan het raken. Ik mis hem echt. Ja, tuurlijk, je hand er door. Nee, ik heb mijn hand al weg. Hey, doe je. Ja, zo. Ja, dat is het eraf. Heb ik hem zo goed? Het is naar links. Zo meteen als iedereen van het bankje af gaat, gaan wij er snel zitten, oké? Dan gaat Daphne lekker bij. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ga ik laatste les hebben. Ja, ik ga ook naast lopen. Ja? Ik niet. Ja, maar dan ga ik wel mijn jas daar ophangen. Wij gaan even... Wacht. Goed zo. Staan. Als we beginnen als groepen, dan gaat leren dragen. Hey Daf, leuk hè? Ja. Ja, is goed. Ik heb nu nog alleen een koffer in de open. Ja, dat is goed.
doet. Even leuke oefeningen doen. Hallo mensen, nou ik heb net even... Boeit mij niet. Ik heb net even naast gelopen en nu is er een paar de les bezig met wel een paar poddiestertjes. Zoals Kim en Cheyenne. Zoals, dat zijn de enige. Ja, daarom. Hoi paard. Houd ik hem zo goed? Ja, nee. Nou, je houdt hem een beetje zo en dan zo. Nee! En dan... Zo. Zo, niet zo lang. Oké. Helemaal in het nu staan. Nee, zo. Zo. Nee. Zo. Au. Zo. Zo. Nee. En jongens, want jullie rijden hier allemaal. Zo. Die kleine hoefstap. En ik krijg mijn gast die wat en dat ze dan een paard op gaat staan. Ik niet. Dus ik heb er iemand gehoord, hè? Zag ik er zo vlakje? En toen. Het is toch 5 kilometer niet van het deze paard staan. Staat volgens mij op YouTube ergens. Oh, dat wil ik echt kijken. Ik ga er kijken vandaag. Altijd wanneer ik me verveel, ga altijd paardenbloepen staan. Ja, ik ook. Ik niet. Ik altijd heel hard lachen. Maar dat soms is het wel heel zielig. Ja, ik kijk, zolang het paard. Je moet een beetje lang nemen filmen. Mensen boeit het plafond echt niet. Echt niet? Dat hangt een hele mooie X, hoor. Vind ik echt niet kunnen. Hij dacht dat is een keer gelukt. Even over. Het is wel bijzonder om de lekker zien als een hek. Doe ik zo goed? Sloom. Daphne. Nee. Maya. Let op en nou weer. Nu zorg je ervoor dat Lisa. Lily lijkt me echt leuk. Ja, ga je erop? Af en toe vind ik het wel jammer dat ze zonder zadel rijdt. Nee, dat vind ik juist leuk. Moet je daar op zonder zadel? Ja. Nou, volgens mij zit ze wel gewoon echt lekker. Ja, want ze is heel breed. Perla lijkt me echt lekker zitten. Ja. Ik weet zeker dat ze wel lekker zitten. Hoef ik niet eens over na te denken. Alleen ze vindt het niet zo leuk als ze dat doet. Die bokte. Niemand. Oh. Ze is alleen als die bokt. Oh. Ja, die hond is wel. Ja, die hond is er nog door. Ja, ik ga ook. Kom maar naar die hond. Nee, niet veel meer doen. Jongens, dit is die van mij. Mijn allerliefste boekie. Hallo, jochie. Ken je me nog? Ja, hè? Hallo. Hé, hey, wacht. Wat eten jullie? Hé, hey, ik wil ook eten. Waar is eten? Nergens. Wel. Wat eten jullie? Jongens, we zijn lekker wat aan het eten. Ik eet dat is aan mij? Ja. Ik wil ook nog een beetje. Ik zit de kel te eten. Het is echt lekker. Nee, hoe lang het in je bek hebt niet meer. Ik heb papje. Nog even? Papje. Ze haalt het uit haar bek. Ik heb... Hey, god, dit is echt vies. Ja, nou ja. Ja, ik ga ook niet eens meer eten ook. Eet het echt maar dat op. Smaakje is wel lekker. Jij bent echt raar. Dat smaakje is echt lekker. Ja, wat? Daphne, eet het op. Daphne, eet het op. Nee, ik vind het echt... Eet het op. Dat haalt het uit haar bek. Maar het is echt vies. Ik vind het lekker. Wassa. Wacht, doe eens nog een keer. Nee, niet meer. Nu ga ik echt van let op nu. Wassa. Nee, ik kan het echt niet. Hey, ineens komt iemand aan. Ja, ik kom gaan in de stal zitten. Dat is schoon. Ik vind het lekker op het eten. Wacht, hier zit een muisje. Eeuw. Maar wie staat er dan normaal? Kim toch? Kim. Ja. Waar is die dan? In de les. Oké. Okay. Raar hè? Kom, we gaan kijken.
ik ben nog steeds aan het eten. Is het nou mannies? Oh nee, gewoon man. Is gewoon zo meer. Dat me. Ik heb het bijna opgegeten. Dit heb ik in mijn zak. Wat? Niks meer. Hi jongens, er is vandaag een brief afgegeven aan de ouders van Marina. Marina Catharina Kovacs. Het is een geheim voor Marina. Dus we gaan het haar nu vragen, als we het al gehoord. Vertellen. Marina, er is vandaag iemand geweest. En ik ga de brief aan je voorlezen. Aan de ouders van Marina. Ik zag laatst de vlog Fietsen gaat goed, afstappen gaat fout. Voor het echt een keer fout gaat, heb ik een goede, maar helaas geen nieuwe, tandem voor Marina. Waarmee ze veilig naar school kan fietsen. Echt? Echt. Echt? Waarom is die dan? Als u het goed vindt, dan krijgt ze die van mij cadeau. Van wie? Natuurlijk mag dit op de vlog. Nou, bij deze. PS, Marina weet nog van niets. Nou, nu dus wel. Wie is dit? Met vriendelijke groet, Cor. Wie is Cor? Dat is iemand die jou ook volgt. Oh my god. Je krijgt gewoon een tandem. Cadeau. Echt? Ja. Echt? Wat zeg je dan tegen Cor? Dankjewel! Echt? Dus Cor mag nog wel een keer in je vlog, toch? Ja. Heel graag, denk ik. Ja. Echt maar, Cor? Oh, wow. Wanneer krijg je... Wat een surprise. Ik vind het echt geweldig. Ik ga je bellen. Je hoort snel van me. Misschien heb je hem al gehoord als we deze vlog online zetten. Oh, dankjewel. Nou, ik moest echt even laten doordringen, want ik ben echt heel erg blij, Cor. Heel erg bedankt. En ik hoorde ook dat je met mijn vader hebt gesproken. En ik vind het echt een hele, 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 hele leuke verrassing. Ontzettend bedankt. En het maakt niet uit dat hij niet nieuw is. Zodat wij, ja, weet je, ik vind alles best zo lang die je doet, toch? En ja, heel erg bedankt. Nou, en ik hoop je snel een keer het echt te zien. Joe! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag, wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien, die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!